Hanzo! Hanzo! Nom, 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 nom. Hij zit vast! Hij stapt uit, hij stapt uit! Hij is uit. Oh. Ja, hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom weer in een goed nieuwe politie en boefje aflevering. Vandaag ben ik weer op mijn eigen 5v-born server met een team natuurlijk om politie en boefje op te nemen. Ik ben hier vandaag namelijk met Mike, Sven, Max en Stefan. Yo boys! Yo! Yo! Yo. Super enthousiast en dat is maar goed ook, want vandaag belooft het weer een super toffe episode te worden. We gaan vandaag namelijk iets nieuws doen. Misschien zie je het al een beetje op de achtergrond van mijn gameplay, van mijn scherm. In ieder geval laten we gewoon de game induiken. Ga ik jullie vertellen. Vandaag is er ook een Nederlandse politiehelikopter aanwezig. Dat is namelijk super veel aangevraagd door jullie kijkers. En daar luisteren we natuurlijk naar. Dus kijk eens aan, daar staat de politiehelikopter. Sven is vandaag de bestuurder van de helikopter. Dus Sven, ik hoop maar dat je een beetje kan vliegen. De piloot, juist. Daar kwam ik even niet op. Dus Sven, jij bent vandaag de piloot. Of nou, voor deze ronde in ieder geval. Want ik begin dus, zoals jullie kunnen zien, in de Pantu. Om hopelijk voor te zorgen dat ik het zo lang mogelijk volhoud. En daar wil ik jullie heel veel succes bij wensen, jongens. Ik zou zeggen, tel maar eventjes af. En dan ga ik lekker vandoor met de Pantu. Pantu, Pantu, Pantu. Dag. Hey. Ik ben er vandoor met de Pantu. 3, 2, 1, go. Zal ik gelijk weer even hier gaan kloten in die garage hier zo? Nee. Dan weet ik al meteen hoe laat het is. Wat zei? Zo, wie is vroeg een soort langs, joh? Moet niet goed? Wat zei? Kijk hier, even! Kom aan! Wat doen, man? Hey jongens, heel veel succes, hè? Ja, dankjewel, man. Hopelijk, Hij komt weer op dezelfde weg terecht als... Ik lig over de kop midden op de weg, hou maar op. Hij springt de snelweg op. Oh, de Pancho! Oh, de Pancho! De Pancho! Oh, pad met je Pancho! Hij draait erom. Mike moet omdraaien. Oh, jongens. Dit beloof ik een episodeje te worden, hoor. Hé, helikopter, waar ben jij? Vlieg je boven? Oh, hij vliegt boven me. Ja, helikopter. Kom, praat dan. Oh, hey, Mike! Ik voel daar zo'n harde troll aankomen, hè, dat ik gewoon onder zijn brug gewoon stop. Ja, hier heb je een mooie tunnel. Zal ik daar eens ingaan? Nee, vind ik leuk. Wow, zo dat hey, helikopter, praat dus bij. Ja, hij is weer omhoog gegaan naar rechts. Hij is omhoog. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Hebben jullie nog wel een mappie? Hij gaat op parkeergarage en ik zit achter hem. Ja, ze hebben jullie helemaal wachten op die goorlap. Ze hebben wel een mappie, toch? Ik weet niet of dat we een mampie hebben. Ja, ik heb een mampie, hoor. Oké, mooi. Hij rijdt helemaal naar boven. Ja, ik wacht beneden op hem. Dat nee, joh, ik rijd helemaal niet naar boven. Hij is helemaal boven. Nee, dan moet je er... joh. En hij... Dan gaan we naar beneden. Nee, joh. Hij gaat weer terug. Hij neemt de jump, Woehoe, in de zuidelijke richting. Hoi, hey jongens, wie de snitsel. De eerste kruispunt gaat hij naar links. Kijk, dit is toch zo'n helikopter toch handig, hè? Nou, wel handig. Hatsee. Hoppakee. Ik zie hier Max rijden. Hij is bij, weet ik veel, Klein Amsterdam of zo met al die kleine kanalen. Klein Amsterdam. Hoppakee. Ja, Amsterdam. Hey jongens, ik ben om precies te zijn nog 0 keer gebeukt door jullie. Door één van jullie. Ja, het gaat goed zo, hè? Hoppakee. Hey jongens, we gaan naar het strand. Hij gaat naar het strand, ja. Hey, er rijden er een paar nog met speedbooster. Oh, jongens. Mike sowieso, ik reed harder en hij komt me voorbij, zaffen net. Ja, maar heb jij performance upgrades gedaan, jongen? Ja, ik heb performance upgrades en ik zit lekker dicht bij Roy. Oh ja, joh. Ja, ik hoor wel 2 auto's nu achter mij maaien, ja. Ho, er stond een bord. Maar hij gaat bij een of ander hotel of zo. Hé, hey, wat? Hij rijdt dicht bij een kleine haven. Hij loopt hier even te dansen. Ja, de eerste beuk is een feit. Ja, kom hier. Niet gelijk een fatale beuk. Nee, nee, yes! Yes, yes, yes! Ik sneak er weer uit, hoor, jongens. Of wie dus niet zo. Oh, shit. Ik zit pak achter je, Max. Hatsee. En gaan. Linksaf. We gaan naar rechts. Rechtsaf. Nee, we gaan niet naar rechts. Terug. Wie zit erachter? Wie is dat? Hij is van een vliegdekschip, jongen. Dat is niet normaal. Gaat juken. Nee, oh, dat is ook niet. Wow.
Ik stond hem al op te wachten hier. Hey, waar ga jij heen? Oh, kut, dit loopt dood volgens mij. Kut, nee. Oh, gelukkig niet. Wow! Links. Over de bergen en door het woud gaan wij naar oma toe. Naar links. Nou, naar links. Dank je voor de informatie. Zelf ook al. Op zijn boom. Door de dalen gaat Roy naar de klote toe. Zo. Hey, kut, wie is dit? Max neemt hem mee. Zo, Max loopt hem even door het bos heen. Max neemt me mee. Hey, jongens. Zoveel geluk, jongen, met al die pets. Zo, dan vlieg je even naar beneden. Zo, die komt. Oh, die helikopter, jongen. Hey. No. Ja, daar ligt hij. Oh, yes. En gaan. Oh, dit loopt toch niet dood? Hij heeft zoveel geluk, hè? Oh, nice! Max! Yes! Ik pas daar tussendoor! Oh, nee, niet. Hij gaat... Hij staat even stil. Ik kan hem nou niet meer zien. Hij rijdt recht onder me. Hij rijdt weer terug. Wat is hij? Nee, joh. Helemaal niet, man. Wat leuk, man. Ik zou geen verkeerde adviezen geven, hoor. Oh, mijn god. Hij gaat weer de weg om. Hey, Arnold! Dag, Arnold! Oh, nee! Nee, via die auto! Zet je uit, die hoort hij, hè? Via de bounce! Oh, Max! Mike ligt er van. Yes, dank je voor het setje. Kijk nou eens even uit, jongens. Jullie letten ook niet op elkaar, hè? We moeten even kijken of er al iemand rijdt. Hey jongens, even kijken. Gaat dit weer erin? Ja, hier ga ik even naar boven. Maar wat is dit nou? Waar rij je nou weer? Dat weet ik niet, maar het ziet wel... Oh! Wie is dit? Rijden, Max, kom op! Beuken! Ja, Knijters! Ik kan me hier ook gewoon neerzetten hier, moa. Oh, wat staat er in de fik? Laat staan. Staat hij in de fik? Ja. Stap eens uit! Oh! Ik zit hier gewoon klem! Ja, pak hem slaan dan! Hij staat hier. Hij kan nergens heen, hoor. Jullie zijn zo amateur. Oh, hij is leeg! Achter je, Steven. Wie had me als eerst? Klats, nog een keer! Wie had me als eerste gegeten? Wie was dat? Max toch? Nee, okay. Mike. Oh, Mike. Nou, in ieder geval, Mike heeft mij dus als eerste geraakt. Dat betekent dan ook dat hij de crimineel is. In de volgende ronde. Volgende ronde doen we waarschijnlijk weer even iets anders. Een andere variant dan in Searches vs. Panto. Dat zien we zo. Tot zo, wanneer we er klaar voor staan. Oké, beste kijkers, we staan helemaal weer klaar voor deze ronde. Gaan we iets anders doen, weer iets wat we eigenlijk nog nooit hebben gedaan. We gaan namelijk een undercover politieronde doen. We rijden namelijk in unmarked Audi's. Er zitten wel sirenes op en zwaailichten, dus dat is helemaal toppie. En we gaan versus een Blista, eigenlijk de auto waar tegen we het altijd opnemen, een politie en boefje. Alleen de Panto is eigenlijk ideaal voor de insurgent natuurlijk, om hem helemaal kapot te rammen. In ieder geval, ik zie dat de helikopter alweer opstijgt en dat betekent dat het voor jou het signaal is om te gaan, Mike. Heel veel succes hoor. En je krijgt 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hatsé. Rechts. Heb je rechts hem op te pakken. Hoppa. Het is ook weer iets nieuws dat we dan gelijk naar rechts gaan. Links. Hey Steven, heb je hem al? Ja, ik Oh! Voetjes van de vloer. Jezus. Ja, weet je wat elkaar is... ook niet te rammen. Hey, Max, even opletten, jongen. Probeer elkaar nog niet te rammen. Ik raak die helemaal niet naar rechts. Oh. Ja, je raakt mij dit, je beukt mij helemaal nog een keer naar rechts. Oké, hij is naar rechts. En naar links. Oh, ik hoop echt zo dat je een keertje frontaal een civilian te pakken krijgt, hè, Mike? Oh, ja, dat weet ik. Ik vind jou ook wel lief, hoor. Oh, Mikey, kom eens even hier, door. Mikey. Hey, Mike. We zouden binnenkort bij elkaar op de koffie gaan, toch? Ik vind nu al een ideaal moment. Kom eens even hier. Maar ik ga nu echt... Nee, ik ga nu naar het koffieadres, dus... Oké. Nee, ik krijg het, ja. Is goed? Komt goed. Met of zonder suiker. Jij betaalt, hè, Mike? Ja, ik betaal, ja. Oké, dat is goed. Hey jongens, hij kan ineens rijden, hoor, die Mikey. Godsamme. Ik kan rijden. Godsamme, de kat naaien. Godsamme, de kat naaien. Hey jongens, ja, hij heeft de chauffeur in te pakken. Heel goed. Oké, gaan. Go team, go. Hij gaat naar rechts. Oh, hij gaat naar rechts. Oh shit. Hij gaat er sneller op. Oh, wie is dit? Pas op. Dat is Max. Nee, dat ben ik niet. Oh jee. Hij gaat naar links. Kijk hem gewoon, jongen. En hij blijft gassen. Hatsé, ik heb hem jongens. Nu helpen, come on. Goed zo. Dat is een goeie. Dank je.
wil best helpen, maar ik kan moeilijk met een helikopter. Sandwich hem tegen die kant aan. Ja, helemaal keurig. Hook het. Pas op. Ik zie jullie zitten onder een brug, man. Laat hem er niet langs. Ja, we gaan weer terug, andere kant op. Yes. Oh, kut. Ik zie geen reet. Pakken. Ik zie geen reet. Pak hem. Blistaatje, kom eens hier. Oh, ik vlieg hier 3000 keer meer, maar... Kom eens hier, Blistaatje. Hatsee. Wie is dat? Hij kom op raken. Om, heel goed. Heel goed. Ja, klemmen. Oh. Klemmen. Inboxen. Naar voren, Max. Gassen. Ja, maar hij staat bij mij stil. Oh, wauw. Oh, Max, wat is er toch met jouw 5-born aan de hand? Ongelooflijk. Hij rijdt hier gewoon. Oké, okay, hey, Stefan. Hatsee. Oh. Godzame. De hele tijd over de weer die echt jongen, Mike, hoe je hier bent weggekomen. Het is echt ongelooflijk. Waar is hij nou weer? Ja, hij gaat... Oh, wauw, kut civilian. Echt waar, sterf. Ik heb gewoon een neiging om gewoon zo vol een Edi er tegenaan te doen. Zou je eigenlijk gewoon moeten doen, hè? Slaak hij de verhaal met Mikey. Oh. Ah, shit, wat zei? Door. Pak hem. Pak hem, pak hem, pak hem. Oh, gaat hij nou weer terug snel op? Nee, hij gaat rechtdoor. Oké, okay, rechtdoor. Oppassen, Stefan. Hij is bij het ziekenhuis van de zombie-apocalypse. Ik herhaal, hij is bij het ziekenhuis van de zombie-apocalypse. Inbox Medical Center. Yes. That is it. Hier komen, Mike. Hey jongens, we gaan over tot inboxing. Pak hem. Ja, inboxing. Dit is hem. Oh, ja, stop. Niet te hard. Yes, hij is eruit. Oh. Ik val naar beneden, wat? Kan ik hieronder? Gaat dat goed? Oké, okay, stap terug in auto's. Iemand? Zit iemand? Heeft iemand nog een auto? Ja. Fuck! Ah, shit. Ah, ik word aangereden. Ah, aan Stefan. Ja, ik ook. Pak hem, slaan tot moes. Instappen, man, hij is naar beneden. Waar is hij? Oh. Ga weg. Je moet op een of andere manier naar beneden zien te komen. Kom eens hier. In die tunnel hieronder. Ga weg. Kom eens hier. Mike, kom eens hier. De kans dat hij dus weer een auto pakt is groot. Nee, hij is op snelweg, ga eens op snelweg. Op de vierbaan snelweg. Maar hier gaat hij nooit een auto kunnen pakken. Hatsee! Hoppa! Boom! Ja. Hij is voor mij. Hatsee. Die is voor mij. Oh! Ik wil wel even zeggen, dit waren geen 5 minuten, hè? Nee, dat was lang. Dit heb je goed gedaan, Mike. In ieder geval, ja, ik heb hem een klap op zijn kanus gegeven. Ik heb hem gekild. Dus in principe mag ik de boef zijn. Dus jullie gaan zometeen wel zien wie de boef gaat zijn voor de volgende ronde. Want misschien kies ik iemand anders. Tot zo. Oké, beste kijkers. We staan helemaal weer klaar voor het wat een ronde. Insurgents versus de Pancho. En ik zit in de Pancho omdat ik net Mike heb gekild. Ik heb hem even een mooie klap gegeven met mijn stok. En toen was hij dood. En omdat hij dood is, is hij nu dus ook weg. Hij is hier niet meer. Hij is gewoon echt letterlijk... Nee, grapje. Nee, hij moest gaan. Dus hij is nu gone. Maar in wel daarvoor hebben wij iemand die nog nooit eerder heeft meegedaan. Maar wel altijd mijn video's kijkt. Het is niemand minder dan... Ja, ik. Ik hoop eigenlijk dat iemand anders zou zeggen, Sharon! En dan ging Sharon praten. Maar oh, nee. Het is dus Sharon. Dus Sharon, van harte welkom. Van harte welkom bij deze ronde. En in ieder geval, Sharon, jij zit nu ook in de Insurgent. Je moet even kijken maar hoe al de knoppen werken. Je hebt zeg maar gas en je hebt remmen. Dat is alles wat je hoeft te onthouden. En we hebben natuurlijk ook nog Sven. We hebben ook nog natuurlijk Sven de stuntpiloot. Die gaat ook weer opstijgen. En is, wat mij betreft is het hele feest compleet. Laten we beginnen. En Sharon. Aan jou en... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En Sharon. Aan jou de grote eer dat jij als eerste dame meedoet in mijn opnames. Dat vind ik echt, dit is een... Zo, ik vind... Oh, dat is niet waar! Oh, ik fraudeer de boel. Laat maar. Laura was eerder. Oh, kut. Auw! Zo! Hij ligt hier midden op de snelweg even te chillen of zo. Ik weet niet in de... Oh, hey, fok nou eens op. Hey, wat doe ik? Nee. Er komt Sharon heel zachtjes aangereden. Oh, nou, mijn pancho is wel helemaal kapot, pancho. Maar! Gast, ik had het eruit! Oh! Hij gaat naar rechts, hij gaat weer naar links. Ja, dankjewel! Nee! Laat hem liggen! Oh god. Gaan we niet doen! Oh, hij probeert het zo hard, hè? Kom op! Oh, Jeroen, gas erop! John! Oh, yo! Holy! Pam! Gas op die motorkap! Zo! Jongens, deze Pancho! Jongens, wat doen jullie nou met je Pancho?
Dit jaar heeft Amerika besproken. Hé hey, jongens, ik ga naar links. Doei. Ik ga weer naar links. Om vol naar beneden te gaan, hè. Wie toetst ik daar? Doei. Wat zei. Hé jongens, we gaan naar links. Nee! Yes! Yes! Spitter, opgebouwd. Oké, ik moet eigenlijk even een car switch maken, want dit gaat niet goed komen in deze Pancho. De Pancho, sorry, ik hou van de Pancho, weg, maar ze helemaal mijn goed. Auto slaat elke keer om, jongen, wat is dit? Kijk achter je, ik denk dat, je Mike's auto... Oh mijn god, Sven, bouwt op met je helikopter van je. Step de stuntpiloot. Kennen jullie dat spelletje? Step de stuntpiloot. Nee. Oh! Ja. Dat is een heel leuk spelletje voor alcoholische versnaperingen. Zeker. Stefan weet gelijk wat ik bedoel natuurlijk. Ja, hè? Kratje, Atje en andere spel. Ben je er eerlijk, man? Oh, hij staat hier klem, volgens mij is hij eronder. Ja, ik krijg echt de wegtrekker van al die pets, jongen. Nee, ik maar nee, helemaal kan niet van ze. Waar is hij? Hij is een carswitch aan het maken. Hij is een andere Jackie Chan daar bovenuit. Wat ben jij aan het doen, man? Hij is weer naar beneden gesprongen. Hij rent op, er staan een auto's. Oh. Pas op. Nee, kom hier! Nee! Hoek hem! Slaan recht! Kom op! Oh, wat ziek! Oh, wat ziek! Dit was echt het ziekste ooit! Oh mijn god! Jongens, ik heb de gangsterhoed auto! Hij is hier omhoog gegaan, hij springt er vanaf, maar volgens mij gaat dat ook goed. Oh, dit gaat niet dit gaat niet helemaal goed! Oh shit, dit gaat niet helemaal goed. Sharon staat ook vast. Sharon, ik zou achteruit gaan als jou, je moet je niet maken. Nee, ik kan niet Oh, ziek jongens. Gewoon even... Dit komt bij de meest grappige momenten. Dit komt bij de meest grappige momentenlijst van politieboefje. Echt veruit. Oh, wat ziek. Oh, hoe ik daar weg wist te komen. Ongelooflijk. Jongens, de gangsterhoed auto slaat hier ineens linksaf. Uit het niets. Oh, zo. Stefan krijgt volgens mij echt een fucking auto's. Ja, ik krijg echt een Tia van al die auto's. Hey jongens, waar zijn jullie? Ja, ik kan er niet doorheen, hè? Ik ben je fucking kwijt gewoon. Oh, volgens mij ben ik echt super goed bezig. Oh man, dit is echt geweldig. Hey, Oh! Zo! Kom hier, bitch! Sandwich. Oh, tweede kans! Zo. Yes! Nee, hij gaat een trappetje in. Laat hem niet een trappetje in gaan. Kom hier, Roy. Kom hier. Oh mijn god. Tweede keer. Maar wat kun je daar allemaal doen? Ik weet niet, ja, ik zie jullie. Max, dief is op! Ja. Pak hem! Nee, wat doe je? Wat doe je? Oh, wie staat hier? Wie is dit? Oh, yes! Oh, oh mijn god, hij gaat er weer vandoor. Oh, ja, nou, dat is mooi. Mijn auto is zo stuk. Wow! Zo! Hij zit erin! Nou, ik ben in ieder geval dood. Jullie zoeken het maar lekker uit wie hem zo meteen is in ieder geval. Ik zie jullie zo tegen neer klaar zijn met Docents Customs. Tot zo. Oké, we staan er alweer klaar voor. Het wordt weer een Insurgents versus Pancho. Aangezien ik Stefan eventjes lekker wil aanpakken met mijn Insurgents. Dat wil je echt niet weten. Stefan, echt. Oeh, jongen, mijn handen jeuken om jou echt even lekkere beukjes te geven. Ga maar, ga er maar vandoor. Yo, ga maar. Hé, wacht, ik heb nog... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. Oh, maar die man is slim. Ja, hij is smokeslim. Ja, echt koulo, jongen. Oké, hij is linksaf. Rechts. Vervolgens gaat hij rechtsaf. Ik herhaal, vervolgens gaat hij rechtsaf. Gaat hij nog een keer rechts? Gaat hij weer rechts? Oh my days. Jongens, hij staat van rechtsaf. Ga even nog een keer rechts. Ja, hey, Stefan, is het misschien een idee? Ik bedoel, je gaat alleen dat linksaf. Of misschien een keertje rechtsaf te gaan. Volgens mij was het andersom, maar. Ja, dat... Aan. Oh, joh, Sven, Mr. Obvious. Blazer! Jongen, joh. Oh, zo. Daar stortte de Zulu volgens mij helemaal neer. Maar,
Kom eens even hier. Steven met die punch of fire. Hutze! 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 Nom. Hij zit vast! Hij stapt uit! Hij is uitgestapt. Nee, laten we lopen, want ik reed heel ver. Oké, hij gaat. Ja, laten we al de auto pakken, Heb je mijn oma's gedaan? We gunnen hem. Want kijk, hij pakt weer zo'n klein skeer autootje, dus die wil ik wel weer even trokken aan. Tot moesbeunen. Kom maar. Dit is een vrouw, jongen. Wat zei, waar ga je naartoe? Steven, waar ga je aan toe? Kom eens even hier. Kom eens even hier, maat. Wat zei. Jongens, kom eens hier. Ja, ga. Zo, dat scheelt weinig. Kom op. Is dit nou over? Wat zei. Je beukt hem naar de snelweg op, pas op. Ja, dat is juist goed. Want hier kunnen we hem niet klem zetten op het grasveldje. Wat zei. En gaan. Hey, Sharon, waar ben jij trouwens? Lig je ergens in Afghanistan? Ja, ik oh, je bent er gewoon. Namens Jeroen. Oké. Oh, hij gaat naar links. Oh, die had ik mooi, hè? Ja, ik had het. Ik ben niet kwijt. Hij gaat naar rechts. Nee, daar had je me zeker niet. Je bent sterker nog, je bent nu gewoon fucked up. Oh, kut. Waar stopte mijn motor? Oké, hij gaat weer. Oké, we gaan weer, jongens. Hij is in rechts. Wat gebeurt hier? Laat ze. Oh, nu is die fucked op. En stop! Oké, ziekste claim setting ooit. Ja, dankjewel. It has been confirmed. Oh, daar gaat de ziekenhuispatiënt, letterlijk en figuurlijk. Pak hem aan. Ja, heel goed. Wie gaf hem die klauw op zijn kani? Wie deed dat? Wie was dit? Was dat Max? Was dat Max? Deze poepje, deze die wou niet redden, joh. Slowmark. Slowmark. Op je mel. Hatsai. In ieder geval, dat betekent dus dat Maxim in de volgende ronde is. Dus we zien jullie zo terug wanneer we klaar voor staan. Bij de Lostensis Customs. Tot zo. Oké, beste kijkers, staan er weer klaar voor. We zijn weer een teammate verloren. En dat is omdat zijn 5 Reborn Mark bleef crashen tijdens dat we weer klaar gingen staan met Los Santos Customs. Ik heb het hier over Max. Dus dat betekent dat Sharon de rol gaat overnemen van Max. Namelijk dat zij de boef gaat zijn. En Sharon, ik ben zo benieuwd hoe jij dat gaat doen. Hè? Echt, je wil niet weten hoe benieuwd ik daarnaar ben. Dus Sharon, Sharon zit dus in de pancho. En we gaan nu lekker beginnen. En Sven die stijgt al op. En dat is voor jou het signaal om te gaan, Sharon. Heel veel succes. Je krijgt 10-5 seconden. Dus met andere woorden, 5, 4, 3, 2, 1 en ga. Nee, Steven, heb je er al? Niet? Oh. Ja? Ik zeg, hey Steven, heb je er al? Ja, een broekzak, daar laat. Oh god. En we gaan eventjes Sharon even tegen een gebouw aan tossen of zo. Eerst een paal omver. En een bushokje, ja, dat is Sharon, wat ga je naartoe met de pancho? Heb je grootse plannen? Ga je op vakantie? Wat zijn je plannen met de pancho? Nou, ik denk niet dat ze ver komt. Zo, ik ook niet. Ik raak even een liedig gebouw. Nou, ik weet één ding wel. Kijk, we gaan even naar rechts. Hoppakee, zo. Is dat niet klein? Kut. Hoppakee, mooi pilaartje zie ik hier. Yo, dat gaat zeker hoor. Oh jee. Nou, je komt nog aardig ver, Sharon. Nou, weliswaar met de vrijlating, hè. Je stond eigenlijk al klem onder de roltrap. Maar hey, die vergeven we je. Hé, Stefan. Geef er eens even een flinke beuk. Sorry, dat is niet nodig. Hoppakee. Even kijken. Ik zie daar even een koekblik overweg schuiven. Daar gaan we, Stefan. Zo gaat ik helemaal stuk. Nou, en je bent fokt. Wat zei je? Ja, gas is je wolf, ik zou er vandoor gaan, Sharon. Ik raad jou zeg maar aan om niet bij Stefan en ik in de buurt te komen. Want dan gebeurt zeg maar dit. Oh, kut Pepsi busje, rot op. Ga lekker ergens anders reclame maken, niet hier. Ik denk ze gaat echt alleen maar rechtdoor. Oh, fuck. Weer zo'n Pepsi busje. Kom rechts. Oh ja, is goed.
Die Pepsi's busjes gaan uit de server, jongens. Die zitten met die dwarsbomen bij alleen maar. Hatsay! Holy shit. Hé, hey, Sharon, waar ga jij naartoe? Nee. Hatsay. Oh, gaan, Stefan. Hatsay. En, Sharon. Oh god, waar ga je nou heen, Sharon? Dan komen we nu zo langzaamaan op een punt waar ik ga vragen of je nog laatste wensen hebt. Want je gaat zo rip. Heb je nog zin in de laatste maal, want je gaat eraan. Ja, voor pizza. Ken dat schilderij, het laatste... Ken je dat schilderij, het laatste avondmaal? Daar zijn wij nu zin van. Sharon, niet tegen die tank ding aanrijden. Stefan, zat je nou serieus vast aan die prullenbakken? Ja, ik zat vast op de prullenbakken. Holy shit, Sharon! Sharon! Stefan, nu, Stefan! Ja, hoe? Daarachter! Korkie. Daarachter! Kom op, nu, Stefan, kom op! Nee. Ja, nice! Ja! Dag, Sharon! Uitstappen, Sharon, rennen, springen, doe iets! Doei! Katsen! Oh, wat dan? Doei, Roy! Ze zijn allebei dood, volgens mij. Is ze dood? Ja, Sharon is ook dood. Oh, mijn god, Steven is toch bijgetroffen voor elkaar zo? Ik heb en Royalistic en Sharon op de mel gepeerd. Ik vind het helemaal prima. Hey, dan gaan we nu ook gewoon het episodeje afsluiten. Ik denk dat het een geweldige episode is geweest. Vind jij dat nou ook? Beloon het alsjeblieft even met zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Verder kan je me volgen op Instagram, Twitter en Snapchat. Linkjes staan allemaal in de beschrijving. En dan checken jullie uiteraard weer bij de volgende video. Laters!